Centra komt voorlichting over de rechten van homo's. Dat maakt minister Bussemaker van Onderwijs vandaag bekend. En daarmee reageert ze op het gepest, bedreigingen en zelfs geweld tegen homoseksuelen in asielzoekerscentra. De Syrische Omar van 20 kan erover meepraten. In het AZC waar hij terecht kwam, voelde hij zich zo onveilig dat hij vluchtte. So I am gay, I'm an atheist. How outcasted can I be more than that? So that's the reason why you decided to flee. Yeah, to and Europe. Of course I want to pick up my studies as well. I want to have a life. I want to have a normal life. I want to have a partner whom I can hold his hand in public. Hij vraagt niet veel, Omar Abdulghani. Nou ja, voor hem is het alles. Respect voor je seksuele geaardheid en overtuigingen. In Nederland is dat misschien redelijk normaal, maar in Syrië, waar hij rechten studeerde, ligt dat toch anders. There is nothing called homosexuality in Syria. They acknowledge it as if it's a disease. They acknowledge it as if it's a sin and you're going to hell. Dus toen hij vorig jaar september via Turkije en Griekenland in het opvangcentrum Ter Apel aankwam, bereidde hij zich voor op weer een zware tijd. When I saw the people there and I was like, oh god, not again. The same people from my country. I don't want to see them. I think after a week I was trying to get coffee and then a guy told me that he wants to mop the floor with my body. And I thought that was just crazy because and I remember like the only thing I said to him, you're not in Syria. Because I had this sentence ready in my head in case someone tries to do anything, you're not in Syria. I wanted to always say this. And I felt happy saying this because we are not in Syria. I am protected here. I'm supposed to be protected here. Omar krijgt met andere homoseksuelen een aparte kamer. Dat maakt dat hij zich veiliger voelt. Maar zegt Omar, er zijn ook vluchtelingen die minder geluk hebben. I heard about other gay refugees being assaulted physically, being thrown. They threw food at them. They threw garbage on them. But because I was not being that out there. I was not trying to be so to attract people. And as I said, I didn't want to make a problem. Minister Bussemaker is nu van plan vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen voorlichting te geven over homorechten. Geen slecht plan, zegt Omar. To educate is always a good thing, whether it's about sexual orientation or about other things. And I think there's hope that let's say not all refugees, but there are a lot of refugees whom if they are educated about this, and whom if they got to know the laws, and whom if they know how what is gay pride, for example, and they see this side of the Netherlands, then they can change their minds. Omar woont nu al een tijdje in bij een vrouw in Aalsmeer die hem heeft opgevangen. Hij beschouwt haar inmiddels als zijn grote zus. Omar leert Nederlands en zou graag willen werken. Omar kijkt weer vooruit. En over dit onderwerp praat ik verder met Tanja Ineke, voorzitter van het COC. Mevrouw Ineke, goedenavond. Goedenavond. Nu komt mevrouw Bussemaker dus met dat lesprogramma waar aan uw organisatie overigens meewerkt, heb ik begrepen. Is dit dan de oplossing? Ja, kijk, we zijn heel erg blij dat minister Bussemaker de problematiek rondom LHBT-asielzoekers serieus neemt. Uh-huh. Wij willen ook als COC van alles doen om daar succes van te maken. Tegelijkertijd is dat niet het enige wat moet gebeuren. Er zijn echt nog heel veel problemen in de opvang. De daders moeten hard worden aangepakt. En het allerbelangrijkste, daar praten we nu al ruim 4 maanden over en het gebeurt maar niet. Een veilige opvangplek voor LHBT-asielzoekers in de problemen. Dus wij roepen nogmaals staatssecretaris Dijkhoff op om daar nu eindelijk iets aan te doen. Precies. Toch even terug naar het lesprogramma. Ja. Dit is een lesprogramma wat voor scholieren eigenlijk bedoeld is. Ja. Kan je dat één op één gewoon koppelen aan het lot van asielzoekers? Nou kijk, er zijn elementen uit het lesprogramma die goed te gebruiken zijn. We stellen voorop discriminatie in Nederland, dat mag niet. Dat moet klip en klaar zijn. Mm-hmm. We zeggen ook, als jij respect wil hebben van een ander, dan moet jij die ander ook respect geven. We kunnen ook uitleggen, heteroseksualiteit is niet de enige seksuele oriëntatie. Homoseksualiteit is geen ziekte. Dat zijn de aspecten die we makkelijk kunnen kopiëren naar een opvang die ook bruikbaar zou zijn voor in de opvang. Ja.
Tegelijkertijd maken wij in onze voorlichtingslessen altijd gebruik van ervaringsdeskundigen. Mm-hmm. En dat is een element dat is heel erg lastig te kopiëren, denken wij. Niet onmogelijk, maar wel heel erg lastig. En waarom is dat jou juist zo lastig? Omdat die culturen toch zo uit elkaar liggen? Er zijn maar heel weinig openlijk homoseksuele asielzoekers die hiervoor te vinden zouden zijn. Ja. En er is inderdaad een taalbarrière. Dat is ook echt een probleem. En een culturele barrière? De culturele barrière die is er natuurlijk ook. Want er zijn verschillende culturen waar asielzoekers uit vandaan komen. Nu registreert het COA dit soort klachten niet. U wel. Hoeveel klachten heeft u inmiddels vanuit de asielzoekerscentra? Ja, kijk, wij kennen de klachten die betrekking hebben op LHBT's in de problemen. Precies. Dat zijn er 15 de afgelopen 4 maanden. En wij vermoeden of we weten eigenlijk wel zeker, dat het topje van de ijsberg is. Precies. U zegt net al, er moeten andere dingen gebeuren. Wat gebeurt er nu met de klachten die er zijn? Wat doet het COA daarmee? Wat u zegt, er moeten harde daders worden aangepakt. Ja. Gebeurt dat? Komen er aangifte? Ja, kijk, als er een melding komt bij het COA, dan gaat het COA met het slachtoffer in gesprek. En afhankelijk van de situatie dan ook met de dader. Ja. En volgens heeft het COA eigenlijk niet zo heel veel in handen, behalve inderdaad de dader aanspreken en de dader eventueel overplaatsen. En als het slachtoffer dat wil, kan ook het slachtoffer naar een andere plek worden. Is dat genoeg wat u betreft? Heel kort. Dat is niet genoeg, want wij hoorden dat Omar net in de reportage ook zeggen. Er zijn gewoon veel te weinig veilige plekken waar LHBT-asielzoekers in de problemen naartoe kunnen. Vandaar uw Dijkhof. Er moet echt iets gebeuren. Dank u wel, Tanja Ineke van het COC.